Welkom. Fast Moving Targets zendt de hele dag uit vanaf E-Day. Een evenement dat door Immers is georganiseerd en een onderdeel uitmaakt van E-Week. Dre, daar heb jij mee te maken. Wie ben je en wat doe je? Dre Kamfraat en Managing Director van de E-Week, oftewel de organisator. Ja. Hey, wat is E-Week? E-Week is een event, of eigenlijk een festival voor tech, digital, waarbij het Amsterdamse ecosysteem eigenlijk zichzelf even in de schijnwerper zet. Loopt van fintech tot blockchain, met blockchain 4D-printing, tot Beacon Mile. Eigenlijk het hele spectrum komt aan bod. Als wij dat doen, het hele spectrum, zeggen mensen altijd tegen mij, jullie doen zoveel. Ja. En wat zeg jij dan als ik tegen jou zeg, waarom zo breed? Waarom zo breed? Eigenlijk omdat het de gelegenheid is om te laten zien wat er allemaal gebeurt in Amsterdam. En ook om kruisbestuiving mogelijk te maken. Want het grappige is dat je allerlei clubs zijn op bepaalde plekken bezig en komen dan bij elkaar over de vloer. Dus de usability-achtige mensen die met marketing en website bezig zijn, gaan er naar behavior design. De mensen die met IoT bezig zijn, zoals Deloitte op strategisch niveau, gaan op bezoek bij de mannen van Glimworm die bezig zijn dat op hands-on te doen. Hè. En dus dat vinden we heel mooi. En tegelijkertijd zie je dat voor buitenlanders, hè, er zijn een aantal gasten van de gemeente Amsterdam, die ook de e-week gebruiken om dan in Amsterdam te komen. En die krijgen dan ook de kans om van alles te zien en te ontmoeten. En dat is het mooie eraan. Ja, maar het bijzondere is van de e-week dat het eigenlijk aan de ene kant losse evenementen, losse elementen zijn waar jij een geheel van aan het maken bent. Ja. En dus kan ik nu een kaartje voor alles kopen? Nou, het is dit jaar nog niet gelukt om een kaart voor alles te kopen. Daarbij is bijna de helft gratis. Hè? Dus dan hoef je niet eens een kaartje te hebben. Maar we proberen volgend jaar om dat inderdaad zo te zorgen, als je meerdere events doet, dat je als het ware korting opbouwt. Hè? Dat zou leuk zijn. Ja. Maar het merendeel is op invitatie of kaartjes kopen en de helft is gratis. Ja. Hey, er zijn... In Amsterdam gebeurt op dit moment heel veel op allerlei gebieden. Enerzijds start-ups is natuurlijk iets wat een heel hot onderwerp is. We hebben ook de Next Web, wat een belangrijk internationaal evenement is. Ja. En jij en jullie met z'n allen proberen zeg maar, van deze hele week ook zo'n soort krachtig ding te maken. Wat is je doel hiermee? Wat wil je ermee bereiken? Allereerst om te laten zien dat Amsterdam een groot en energiek digitaal ecosysteem heeft. Want kijk, de Next Web haalt buitenlandse sprekers naar Amsterdam. Dus dat zegt als daar niks over de kwaliteit van Amsterdam. Amsterdam E-Week laat zien, het gebeurt in Amsterdam. He, we hebben hier de Beacon Mile, uniek in de wereld. We hebben hier een 4D-printing congres, volgende stap. We hebben hier de universiteit die samenwerkt met het bedrijfsleven, vinden we mooi om te laten zien. Dus wat je laat zien is eigenlijk hoeveel hier gebeurt. En dat is, denk ik, voor buitenlanders die hier dan komen ook interessant. Want je gaat naar één kerncongres, e-retail bijvoorbeeld. En vervolgens denk je, ja, ik vind zo'n behavior design ook eigenlijk wel spannend. Ja. En dan heb je de gelegenheid om daarheen te gaan. Hey, en wie is dan voor jou de belangrijkste doelgroep? Is dat je buitenlanders hier naartoe wil trekken of is het dat je Nederlanders bij elkaar wil brengen? We zitten nu nog erg op Nederlands bij elkaar brengen, maar het verschuift al naar buitenlanders die hier komen. Kijk, het is een fantastisch visitekaartje. Hè? Amsterdam heeft ook allerlei mensen uitgenodigd die dan rondlopen. We hebben 7 New Yorkse startups bijvoorbeeld. Die kijken hun ogen uit. Die denken, verdomd, hier gebeurt iets. Hè? Dus dat is natuurlijk ontzettend mooi. En daar willen we ook meer naartoe. Hè? Dat het eigenlijk een bijeenkomst is waar je, net als bij South by Southwest natuurlijk, waar ook van alles door elkaar loopt, maar waarvan je weet, er gebeuren spannende dingen. En door het grounds-up te maken, is het ook echt Amsterdam die zijn kwaliteit laat zien. Ja. Hey, en als jij hier nu toch als vertegenwoordiger van Amsterdam, Nederland zit, als het over dit terrein gaat, of het gebied, of de onderwerpen die nu hier aan de gang zijn, waar zijn wij goed in? Wij zijn heel goed volgens mij in alles wat met customer journey te maken heeft. Rond de website, het binnentrekken van mensen, het zorgen dat ze op die websites blijven, dat ze dingen kopen. We zijn heel goed in Internet of Things, daar doen wij waanzinnige dingen mee. Hè? De Things Network is hier bedacht. Nou, dat is ongelooflijk. Dus dat is een paar individuen die wat stations kopen en zo'n LoRa, zo'n netwerk aanleggen.
Nou, het is ergens in februari bedacht. Het is in mei gepresenteerd. Het is gelanceerd definitief ergens in augustus. En we hebben nu, ik geloof, 46 steden die dit navolgen. Hè? Ja. En dat kan alleen maar hier, omdat we hier een biekermaal hebben. Omdat we hier zo'n intensief netwerk hebben van mensen die aan het knutselen zijn en aan het doen. Dre, jij bent de directeur van het geheel, hè? Dus ja. Er zijn heel veel programma's. Ja. Ik ga er even vanuit dat al je kindjes je even lief zijn. Ja. Maar toch, als ik jou persoonlijk vraag, en dus eigenlijk niet eens uit je functie, maar waar gebeuren de meest interessante, de meest speciale dingen? Nou ja, ik vind dat hele Internet of Things, dat is wel heel erg spannend wat hier gebeurt. Hè? Met die beaconmaal, maar ook met die smart citizen. Hè? Dus dat ze de burgers leren om met IoT om te gaan. Hè? Dat doet de Waag, die heeft luchtsensoren geplaatst ineens door de hele stad en dan mensen laten zien wat je kan doen. En ja, daar zie je dus dat een Deloitte, een glimworm, een Waag, allemaal bij elkaar en dan de Thing Network daar nog bij, waar je ziet dat we een hele nieuwe wereld aan het bouwen zijn. Hè? Want daar, dat is echt, er komt gewoon een heel nieuwe internetwereld, namelijk die van de Internet of Things. Ja, wij vinden het wel heel boeiend, maar wij zeggen ook wel eens tegen elkaar, is het geen oplossing voor een probleem wat er niet is? Simpel voorbeeld van wat het doet. Je hebt een balletje en daar kan je voor een cent een sensor in stoppen. Die leg je in je boot. En op het moment dat er water in je bootje komt, gaat het balletje omhoog en geeft hij een smsje. En kun je naar bootjehoosten.nl zeggen, jongens, ga hem even leeghalen. Ja. En weet je, daar worden we daar toch blij van allemaal. Ja, ook al wist je niet dat je het nodig had. Nee, zeg maar dat zijn veel dingen. Ja, dat zijn veel dingen. Dus het is heel fascinerend. Ja. Dat is echt heel fascinerend. Hey, even nog, die wil ik even vermelden. Want ik vond het zo prachtig toen ik je vanochtend al tegenkwam. Ik kwam je eerst met 4 bakstenen tegen. Toen was je banners aan het verzwaren. Dat is niet waar. Kwam je hier later tegen met je flyers. Ja. Dat is ook symbolisch voor de fase waarin je zit? Precies, ja. Het is nu nog echt helemaal opbouwen. Het is helemaal opbouwen. Ja. En ik vind het fantastisch. En ik vind het enorm inspirerend. Dus ik vind het leuk te doen. Maar het is inderdaad nog gewoon... ik heb nu een hele week rondgereden met banners en flyers en dingen achter in mijn auto. En bij alle events langs en even neerleggen. En dat hoort er ook bij. Hey, en wanneer is voor jou Amsterdam E-Week, nu niet deze editie, maar geslaagd, zeg maar? Wat is je ultieme doel? Nou, het ultieme doel is gewoon dat iedereen het gevoel heeft, er zijn een paar plekken op de wereld waar spannende dingen gebeuren, digitaal gezien. En Amsterdam is er echt één van. He, dan dat mensen hier komen en denken, verdomd, daar moet je heen, want daar gebeurt echt. Ja. Dat zou fantastisch zijn. Oké, dankjewel. En dat blijven wij natuurlijk nu en de komende jaren volgen. De hele dag zijn we hier aanwezig op ID. Complete dag interviews van sprekers hier, van betrokkenen, van partijen met ventjes, noem het allemaal maar op. Dus blijf live kijken als je dat nu doet. En als je on demand kijkt, weet je dat je die complete verzameling ook op je gemak nog eens kunt terugzien. Dankjewel. Dankjewel.